Is Nederlands onbekendste popster en zelfs cultuurfenomeen, nee, cultfenomeen genoemd. En deze maand kwam van zijn hand een autobiografische roman en een cd uit. Beide met de titel Kelderkoorts. Mijn de Talma, welkom. Inderdaad, hier het boek. En er staat ook onder, nou, laat ik het gewoon even zien. Nederlands onbekendste popster. Zo afficheer je dus jezelf, want het is jouw boek. Hoe komt dat? Twee jaar geleden verscheen er in Vrij Nederland een stukje over mij. En daarin stond dat ik Nederlands onbekendste popster was. Maar er stond ook van... Meindert gaat door en Meindert houdt vol. En, hij schreef ook dat ik Nederlands minst onbegrepen popster was. Ja. En, toen dacht ik van dat is wel een mooi gegeven om een roman-album cyclus over te maken. Ja. Ja, maar waarom ben je de onbekendste popster? Daar zijn wel een paar oorzaken misschien voor te vinden. En daar ga ik in mijn cyclus een beetje dat proberen. Geef eens twee redenen. Twee redenen. Ik ben niet de meest hippe, mooie... Een man in Nederland, denk ik. En ik heb ook een Klopt. Beetje een zangstem die niet iedereen apprecieert. Denk ik ook. Wel te weten. En, maar verder, ja. Hou op! Ik ben zelf wel een... Werk aan je zelfvertrouwen. Ik ben zelf wel een grote fan van mezelf. Wel. Dat is het. Mijn Thomas! Ze keek de hele tijd naar mij en ook ik hield mijn ogen geen seconde van haar af. Ze zei dat was een mooi concert, ik zei dankjewel. Ik weet het zeggen, maar het is wel wat vrijpostig. Ze zei ga je gang, ik zei ik ben jaloers op jouw crucifix. Omdat die hangt tussen jouw borsten, jouw koele gaande. Ik kijk naar jouw billen en ik denk aan de hemel, schutterende man met het hoofd vol wilde seks en rock and roll. De platen en het boek van Meindert Talma liggen in de winkel. Volgende